tv. Is het geen weer voor de strand of het café? En iedere paar van zitten in de tuin. En ben je allen van top tot eentje bruin? Dan ben je toe aan een hele leuke dag. Hier in mijn spuik, maar niets moet en alles mag. En als ik straks voor je dans en voor je zing, dan ben je morgen ook weer naar de Efteling. Jolla die boxie, daarin ga je lekker vlug. Als je net vast zit, dan ben je alweer terug. Jolla die boxie van je jodeladier. Je kan je slingen ohne ijs en ohne schnee. Jolla die boxie, dat is helemaal mijn ding. Dus ben ik heel graag in de Efteling. En we vieren hier vandaag het laatste Jugendfreilich Familienfest. Maar we hebben super tolle shows beleefd. En we zijn, volgens mij, het eerste weekend van juli zijn we begonnen. En toen zijn we ook nog doorgegaan in september en oktober. En het was fantastisch om hier vanavond te zijn. We hebben nog een hele show voor ons. Dus we gaan er niet te lang mee stilstaan. Ik vond het leuk. Ik wil jullie allemaal bedanken, ook al die kleine kinderen hier die zo heel leuk zo allemaal hebben meegedanst. Ik hoop dat jullie nog een leuke avond hebben, toch? Of niet? Ja, dan gaan we nog even een feestje van maken, toch? Hey! Zingen, zingen, zingen! Hey! Oké, okay, dat gaan we zo meteen doen. En Schatzi, ik wil jou ook bedanken dat je al die shows hebt gezeten, gestaan, gekeken, mee hebt gezongen, in de Polonaise hebt gedanst. Dames en heren, geef ze even een applaus, Annemarie. Hier, ik heb een knuffel van me. Oh, schatzie. Het was fantastisch. Dames en heren, ik heb heel wat leuke shows gedaan. En ze heeft ze allemaal gezien deze zomer. Hey! Superleuk. En we gaan elkaar zien, toch? Ja, leuk. En jij was ook hier zo heel vaak. Ik weet niet, hoe vaak ben jij geweest? Keren. Ook alle keren. Oké, dan krijg je ook weer mijn knuffel. Dankjewel. Schatzie, superleuk. Dat zijn de twee echte diehards, fans. Oh, dat vind ik leuk. Ga je maar lekker bij elkaar staan. Misschien hou je er nog wat leuke vriendschappen over hier vandaag. Goed, dames en heren. Eén vraag. Hebben ze in de feestje? Ja, la 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 la
Achter de kouwvingers. Okay. Dat is toch een showmanshow eigenlijk, hè? Dus dan moet je een beetje alles weer... Oké, okay. Dames en heren, we gaan ermee. We doen Edelweiss, Edelweiss. U mag meezingen. De tekst is als volgt: Edelweiss, Edelweiss. En dan wordt een paar keer herhaald. Ja, dan komt het. Samen op meezingen. Even een iPad-jasje omheen zetten. Ja, dan pak elkaar even lekker vast. We gaan sjoekelen. We zijn net even zwaaien naar de dames van de Kruidvat in de Bos. Die waren hier de vorige show. Wie was er ook? Wie had het gezien? Je had het gezien, hè? Dat was zoiets. Oké, okay. Evelien? Nee? Ellie. Ellie, dat slogan had Ellie ook. Ellie. Gezellig met Ellie. Maar Ellie is er weg. Oké. Okay. Goed, we gaan ermee doen, jongens. Hallo, dit is niet... Nee, over de schouder. Je moet zo inhaken. Dat is... Precies. Kijk, zo gaan we sjoenkelen. Oké, dames en heren, we gaan sjoenkelen. En een alpenjasje klinkt het ongeveer zo.
Oké, daar komt ie. Edelweiss, Edelweiss, mijn vriend die u beide, jouw gezicht straalt weer in een stralend tijde. Sterren van steen bloeien. Zo'n Sound of Music medley. En ik zoek eigenlijk ook de familie van Trap. Want we gaan voor het laatst dit seizoen gaan we een scène naspelen uit de Sound of Music met de familie van Trap. Ik zoek een Maria. Ja, Maria. Wil je Maria zijn? Oh, leuk. Ik zoek ook een Her van Trap. Ja, misschien een meisje als kindje. Jullie samen al, allebei? Ja, oké. Okay. En dan zoek ik ook nog een echte Richard Arnold Schwarzenegger. Weet jij misschien iemand die met jou de Heer van Trap wil spelen? Heb je zelf een voorkeur? Ik weet niet. Ja, nou ja, ik, ja, hoe oud ben je? 21, ja. Is het een beetje de Heer van Trap met 21? Ja, nou, kom er maar bij. Hij wil zo graag. Tuurlijk, ja. Kijk eens. Oké, en hier zijn de twee kinderen. En we gaan de Sound of Music doen. Gaan we mainstage. Kom maar even achter me aan. Achter op de fluit. Daar komt hier.
zo, hi. Ja, hoe heet je? Anjola. Anjola? Kevin. Zit dit bij je, Kevin? Ja, en dit is? Mirte. Hi. Axel. Axel, je vindt het een beetje spannend. Ja. Dat is leuk. En we gaan de scène naspelen uit de Sound of Music. Ken je de musical? Ja. Oh, gelukkig. Oké. Dan met de familie van Trapp, met Her van Trapp, met Maria. En dit is dus Her van Trapp, jij bent Maria, is even straks voor de kusscène belangrijk. We gaan ook even de kostuums aandoen. Kijk eens hier. We hebben de kostuums meegenomen. Dit is voor Maria. Kijk eens, deze is voor Her van Trapp. Deze is voor Liesel. Of ja, je mag deze staan, dat is ook leuk. Kijk, goed, doe ze maar even om. De eerste scène die we gaan naspelen is jodelen. Kunnen jullie jodelen? Ja. Ja? Doe eens een klein stukje. Nee. Zal ik het eerst voordoen? Ik doe het even voor, het jodelen. Maar het gaat over, kun jij jodelen? Jodelen, jodelen, jodelen. Nee, is heel goed. Ja, Anjola? Jola Liette. Ja, dat is heel goed. Ik denk een 7,5 aan. Ja, heel goed. Maar we gaan het, ik doe het één keertje voor. Laat even de profi aan het werk. Daar komt ie. Dat was Plitten. Ja, dat had je gezien. Oké. Okay. Jullie gaan het live doen op de High on the Hills. Klap maar even mee, gezellig. Lekker de handen een beetje warm maken. Braadworst eten. Chocomel drinken. Lekker hoor, komt ie. En zingen jullie? Do. Do. Re. Fa. Sol. Fa. Si. Fa. Heel goed, daar komt ie. Do, daar staat een stapje mee. Re, een hetje in het veld. Mi, zijn nood is in Chinees. Fa, je vader is een held. Sol. De Spaanse zon aan zee. En la, dat zing je zo'n smaar zo. Die, het Engels wordt voor thee. En meteen terug naar do. Oh, 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 do. De stad, het stop je mee. Nee. En het je in het veld. Nee. Zijn nood is in Chinees. Je vader is in hel. Oh, dat hadden jullie al gedaan natuurlijk, ja. Hier, jullie mogen de bordjes terug doen hier, in de mand, kijk eens.
Alsjeblieft. Ja, andersom. Andersom. Ja. Nee, nee. Ja. Ja, je kunt niet en wiskunde goed zijn en ook in de Joden leiden. Dat kan natuurlijk niet allemaal, hè? Heel goed. Ja, hoor. Is goed. En jullie mogen de kostuums ook afdoen. Want jullie zijn klaar met de pop. Met de, hoe je zegt, met de... Met... Voor de leuke momenten. Ja, dan bedankt voor de leuke momenten hier ook. Fantastisch. Nou, bedankt. Geef ze nog een applaus en bedankt je ook voor de leuke momenten. Geef ze een applaus. Dan ben je goed eraan. Ja. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Zullen we het Bobvarenlied even doen? Ja! Ja, dat is leuk. Toch? Kunnen we het nog maar even doen? En dan zoek ik nog twee kinderen die de geitjes willen maken. En dan gaan we het zo'n beetje afronden, denk ik. Goed, en Bobvarenlied, daar hoort ook een dansje bij. Op een gegeven moment, je doet twee handen in de lucht, jongens. Er worden twee handen naar voren. Je houdt de Bob als het ware even vast. Dan ga je eerst in een linkscurve. Oh, en dat heb ik anders bedacht. Ik heb een ander dansje gemaakt. Oh, linkscurve. Oh, rechtscurve. Naar hinten. Naar voren. Hopsa. Zie. Zullen we even doen? Oké. Okay. Ik ben zeg maar de Duitse schnollebolletjes eigenlijk. Hè? Komt-ie, bye-bye. Super, bitte, Sport, er macht es heil. Und die Gausamen sind alle dabei. Das sind die Männer mit einem harten Job. Sie fahren mit dem Bob. Und die Behörden springen. Wir sagen hey, 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 hey. Wir machen sich langsam, sondern schnell. Wir sind die Männer mit einem harten Job. Sie fahren mit dem Bob. Sag es laut, wo? Angepasst. Und links vorne. Met die rooietjes vermolken? Nee. Nog nooit gedaan? Nee. Heel goed. Nou, weet je wat we gaan doen? Jullie mogen zelf, ga maar even op het stoeltje zitten bij de kruk van de geit. En er zitten twee spenen aan de onderkant. En dan moet je zoveel mogelijk melk proberen te knijpen in één minuut. En degene die dat het beste doet, die wint een super tolle prijs. Kijk, moet je hierin knijpen. Zie je dat? Kijk, dan komt het uit de geit. Lukt dat? Ja?
Gaan we eens even proberen. 1 minuutje tijd. En wij gaan het een beetje aanmoedigen. Daar komt ie. Fantastisch, wir geben Applaus. Noch 12 Minuten, Hammer. Nee, wie diese lang. Hast du die vergeten? Denken wir die meeste Menschen uit de feit haalt. Denken wir die Zeit, de laatste Sekunde is tikken weg. Klappen. Oh, was het leuk? Ja! Goed, heb je Emma ook? Ja. En nou, dan mag je de Emma onder de geit vandaan halen. Een beetje schuin weg doen. Dan past de, ja precies, doe maar een beetje schuin zo. Ja, heel goed. Kijk, leuk, ben jij ook? Kom maar, naast me staan. Gaan we meten. Oeh, deze aan de kant. Kom maar naast me staan. Zullen we met de dames beginnen, hè? Oké, zo gaat dat, hè? Oké, laat maar los. We gaan eens kijken. 9,85 liter. Dat is heel goed. Dat is heel goed. Heel goed. Dat is het beste tot nu toe. Zo. Nou. 9,85 liter. En dan ben je weer veel. Weet je wat dat betekent? Dat jullie even de emmer terug onder de geit mogen zetten. En dat jullie ook een prijs krijgen natuurlijk. Kijk eens, ja. Kijk eens, ze krijgen de laatste van dit seizoen. Maar dan houden we het aan. Ze krijgen allebei een albumert. Kijk eens, die is van jou. Kijk eens. Ik heb er nog eentje open. Nee, die zit daar. Die krijgt ze zo meteen, hè. Maar dit is ja Annemarie, die ga ik bij jou even straks opzetten. Goed. Dames en heren, jongens en meisjes, het wordt hoogste tijd om hier vandaag even een richting de Polonaise te gaan. Om het helemaal even goed af te sluiten. En is in de Polonaise? De langste Polonaise hier van deze fantastische avond. Ik zou zeggen, jetzt geht die Party richting los! Yeah.
Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie komst hier naar het fantastische Schemerplein. Ik vond het superleuk. Ik heb een hele leuke zomer gehad. Ik jullie ook. Ik hoop dat jullie... Oh, kijk eens, is dat voor mij? Oh, schatje, wat lief. Dankjewel. Oh, Jürgen Freilich. Familienfest. Dat is het. Dankjewel. Oh, die ook nog. Oh, wow, dankeschön. Kijk, een high five. High five. Oh, super toll. Jungs, bitte achtet auf het leuk, Jungs. Ach, kijk eens hier. Oh, wow, hier. Met alle fans hier erop. Heb je dit zelf gemaakt? Wow. Je bent heel creatief. Fantastisch. Bedankt voor een geweldig leren plannen feest. Seizoen. Groetjes van Dylan. Nou, ik wil jullie bedanken ook voor jullie enthousiasme. Oh, en nog een vlaggetje van de Efteling Saasboren Show van 10 jaar geleden. Ja. Oh, superleuk. Ja. Oh, wauw. Nou ja, jullie bedankt, jongens. Zal ik er nog eentje doen? Maar ik zet dit even neer. En dan ga ik even hier echt van genieten, jongens. Bedankt. Ja. Toegave! Toegave! Nee, normaal, dat gebeurt alleen in de normaal roepen ze altijd bij mijn optreden is Flughafen! Of nog erger, Zughafen! Dat kan ook natuurlijk. Dat vonden ze niet zo leuk. Zullen we nog eentje doen, de Polonaise? Ja, en omdat het de laatste is, laten we nog even het licht aan, het geluid gaat daarna uit. Als je nog op de foto wil, dan mag dat natuurlijk. Vind ik leuk, gezellig, ja? Maar ook tussendoor hier, dadelijk zo meteen, dan hoef je niet zo lang te wachten, ja? Dames en heren! Ik zou zeggen, we beginnen, of we eindigen waar we mee begonnen zijn, volgens mij op 3 juli. En ik wil jullie bedanken, ik vond het fantastisch. Nog heel veel plezier vandaag in de Efteling. En misschien tot de volgende keer. Tjus! Jodelaar die mopschlee! Heb je vakantie?